De politie heeft woensdagmiddag rond 6 uur bij Jouwre een spectaculaire aanhouding verricht. Op de drukke A7 tussen Herenveen en Jouwre werd vlak voor de rotonde een auto met vier mannen aangehouden. Die worden verdacht van een overval op een woning in de Ossenhoederstraat in Groningenstad. De vier mannen eisten onder bedreiging geld van het slachtoffer, een 28-jarige man. Na een klein geldbedrag buitgemaakt te hebben, ging het viertal ervandoor. vandoor. Het slachtoffer zag na de overval kans achter de daders aan te gaan. Hij kon daardoor de politie de gegevens van de vluchtauto verstrekken. De politie Friesland signaleerde de auto op de A7. Nadat er kunstmatig een file was gecreëerd, reed men de auto klem. De aanhouding gebeurde volgens de strenge regels die gelden als de politie vermoedt dat er vuurwapens in een auto kunnen zijn. De inzittenden moesten onder meer rustig op de knieën zakken en werden vervolgens aangehouden door agenten met getrokken wapens. De vier mannen zijn in de leeftijd van 25, 24 en 29 jaar en afkomstig uit Rotterdam. Ze zijn in het cellencomplex in Groningen ingesloten. De politie vond het wapen in de auto terug. Pieter Dol uit Olderhold Paden was tijdens de aanhouding aanwezig op de motocrossbaan van de Flying Boetous, omdat zijn zoon daar op woensdagmiddag traint. Vlak bij de plaats van de aanhouding en hij had zijn fototoestel bij zich. Dat was spektakel daar bij jou, hè? Ja, ongelooflijk. Je weet niet waar je mee maakt. Het is dus gewoon wild west. Ja. Je was bij de grasbaan, want je bent sponsor van een, een grasbaanteam. Ja, ons grasbaanteam bestaat uit mijn zoon en een jongen uit de jaren, Michael Dijkstra. En we rijden onder de naam grasbaanteam Rima. En in die context waren we gisteravond in de jaren te trainen. Ja. En wat gebeurde dit toen? Ja, dan hoor je op een gegeven moment iets. En dan denk je, wat gebeurt hier? En dan kijk je, en dan blijkt dat er een arrestatie in volle gang is. En uh, ja, toevallig mijn fototoestel bij de hand. Fototoestel gegrepen, en ik ben wat in het Wilde Weg gaan fotograferen. Je liep toch een bepaald risico, want ze liepen daar echt met eh, vesten aan, kogelvrije vesten. En die had jij niet aan, denk ik. Nee, en dat besef is er eigenlijk ook niet, dat je dan een risico loopt. Want ja, je bekijkt dat van afstand en je ziet wel mensen met getrokken pistolen. En dan denk je van, ja, wat gaat hier nu gebeuren? En ja, je maakt gewoon de foto's, sta je niet bestil. Vertel eens wat er allemaal gebeurde. Ja, je hoort op een gegeven moment die politieagent in, die, uh, in zijn microfoon spreken van... Bestuurder stap uit aan de linkerkant. En dan komt daar iemand uit. En die moet op zijn knieën gaan zitten. Die wordt onder schot gehouden door een andere politieagent. Dan zie je er nog twee in kogelvrij vest komen. Die gaan tussen de vangrail liggen. Allemaal heel spectaculair. Het is net als sta je, sta je in een filmset. Ja. Je hebt later ook met die politieagenten gesproken. Hè? Want die, ja. die waren ook aardig. Uh... Opgestoken door de adrenaline. Ja, dat vertelde hij later. Later op de avond werd ik gebeld door de politie, heren En die zegt tegen mij: Joh, jij hebt foto's gemaakt. Mogen wij die foto's hebben? Ik zei: Ja, natuurlijk, maar jij die foto's hebben. Dus de agent die met getrokken pistool op de weg stond, is hier komen halen. En ja, dan komt het verhaal. En dan blijkt dat deze jongens eigenlijk heel weinig tijd hadden om een actie voor te bereiden. En op een viaduct stonden bij, bij heren Veen. En op een gegeven moment zien ze die auto rijden en denken van ja, dat kan toch niet? Ja, want bij Drachten en Betijn hadden ze het al gemist. Daar hadden ze, ja, daar, ja, daar stonden ze ook al te posten. En die posten hadden ze gemist. En toen zien ze op een gegeven moment een auto rijden die aan de omschrijving voldeed. Dus hebben ze de politieagent op de motoris erachter aangestuurd. En die kregen op een gegeven moment kregen ze door van die agent positief. En dan moet je beslissen. Al dus de agent. En die hebben ze dus stilgezet. Ja, Die zegt ook, dan spuit de adrenaline je door het bloed. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja, het was, er is een wapen uiteindelijk gevonden. Het was echt een, een ploegje die, nou geen gezellige jongens. Nee, dit waren geen kleine jongens. Dat kon je ook aan alle kanten kon je dat zien. Kijk, als u, u en mij aanhouden, dan weet je dat je... Daar staan ze niet met getrokken pistool. En als je dit ziet, dit waren echt een paar zware jongens. Ja. ja. En die hadden een overval gepleegd. Ze waren en... nog redelijk nuchter als ik die foto's zo bekijk. Ja, ik bekijk dat. Nou, daarom bleef ik ook zo rustig. Want er zat helemaal geen paniek in. Ze stappen heel rustig uit. En uh, met een grijns op gezicht: Zo van: joh, wat gebeurt er allemaal? En uh, net of hebben ze het al tientallen keren meegemaakt? Onvoorstelbaar. Dit ja. is van once in a lifetime, hè? Dit is once in a lifetime. Maak je nooit meer mee. Heb je nog geslapen of was de adrenaline zo groot? Nee, ik heb, ik heb eigenlijk heel goed geslapen. Nee, niks geen last van. Nou, heb je die foto's, heb je eigenlijk een, nou, eerst aan de Telegraaf. Waar heb je ze allemaal aan verkocht? Ja, ze zijn naar de Leeuwarden gegaan, ze zijn naar de Telegraaf gegaan, Nieuwsblad van het Noorden, uh, TV Friesland. Nou ja, jullie zijn er dan nu en uh, we hebben nog een aantal foto's hebben gestuurd naar de privé. Ja, want een van die agenten? Ja, dat was, dat was meer toeval. Iemand die wees mij erop, die zei: jongen, moet eens kijken, dat is Jurgen van Boer Zoekt Vrouw, van Harkmers. Dus daar heb ik ook een aantal foto's van gemaakt en die naar de privé gestuurd. En maar afwachten wat daarvan komt. Ja, dus dan hangt toch een beetje leuke handel, denk ik. Ja, het is, ja, ik denk dat ik het meer ga doen. <laughs> maar je moet wel op die plek zijn en dat is toeval, hè? Dat is puur toeval. Ik denk, ja, nou, net waar je zegt, once in a lifetime maak je nooit meer ja. mee.